En de politiek van nu lijkt meer op een populariteitscontest. Dit zei Curtis Hofwijks, activist en gastspreker bij de lezing van de Kenniskring gisteren. Het thema voor de avond was: is de verkiezingskoorts reeds uitgebroken? Hofwijks zei dat het fenomeen niet alleen in Suriname te merken is, maar ook in de rest van de wereld. De debatten stellen inhoudelijk niet veel voor. De issues waar het om moet draaien en de belangrijke ontwikkelingsgebieden zijn allemaal ondergesneeuwd. Het gaat alleen om de persoon die op de voorgrond staat, zegt Hofwijks. Geen geld heb, kost het mij meer moeite om mensen te overtuigen van mijn goede bedoelingen. Mensen met geld hoeven geen moeite te maken. En je zou bijna geen namen willen noemen, maar we moeten ook de mantel der liefde, denk ik, in brand steken. Want ik denk dat dat een van de zaken is dat ons ophoudt. Kijk, ik zeg niet dat je bijvoorbeeld niet op de NDP mag stemmen, of niet van de NDP mag zijn, of geen deel mag uitmaken, maar je weet wat goed is en wat niet goed is. Als het niet goed is, ook al is het je broer, zou je hem moeten corrigeren. Dat is jouw verantwoordelijkheid, dat is de verplichting die jij hebt. Maar we zien zo gauw, als men wil dat iemand iets verkeerd heeft gedaan, oh nee, is iemand van mijn partij, dus we zeggen niets erover. De maand der liefde. Politiek analist Hardeo Ramadien hield een presentatie met als thema: wat zeggen de cijfers? Hij gaf aan dat etniciteit sterk naar voren is gekomen bij de afgelopen 3 verkiezingen. Alles wordt nu op etnische basis geanalyseerd, zei Ramadien. 2005, 18.000 zoveel stemmen, 2010. En in 2015 is er zoveel stemmen behaald. Groei. Simons, 2005, zoveel stemmen, 2011, teruggevallen. Zelfde partij, dezelfde positie bijna. Maar je ziet hoe het kiezersgedrag soms reageert. Misikawa, 1300 zoveel stemmen, 6000 zoveel. Misikawa is snel teruggevallen, want ABOP had niet deelgenomen aan de verkiezingen. En toen ABOP kwam hij in 2002, meneer Belfort met 5759 deel van de stemmen zijn gemigreerd naar andere partijen met dezelfde etnische groep. Een mooi voorbeeld van meneer Parmeester. 863 in 2005. Parmeester is gegroeid bijna met 6 maal 600% in 2010. En meneer Parmeester is weer een dwerg geworden hier, 783. Hardeo Ramadien, politiek analist. Hij sprak gisteren bij de lezing van de Kenniskring. De lezing is gehouden in het La La Roque-gebouw en had als thema: is de verkiezingskoorts reeds uitgebroken?